Harry, gefeliciteerd. Dat ging makkelijker dan verwacht. Ja, ja, achteraf wel. Maar de eerste helft hadden we nog wel lastig. En we hebben een moeilijke periode, maken we door. Dus dan is het toch. En we komen moeilijk tot scoren. En dan is het toch lekker als die 1-0 nog even net voor rust valt. Een beetje gelukkig. En ja, en dan pakken we door de tweede helft. En winnen we lekker met 5-0. Die hadden jullie wel even nodig, hè? Die hadden we zeker nodig, ja. Naar de belangrijke derby volgende week. Jullie hebben gewonnen, maar waar spelen jullie zelf eigenlijk voor? De hele selectie gaat weg, ja. Trainer gaat weg? Ja, voor onszelf eigenlijk. En om dit toch nog met een goed gevoel af te sluiten, hebben we gewoon met z'n allen besloten om gewoon te gaan knallen en proberen erin te blijven. Wat dan moeilijk zat wordt. En is er nog vertrouwen in? Ja, zeker. Ja, zeker. Volgende week, dat wordt dan de wedstrijd. Als je die winnend afsluit, dan is alles weer mogelijk. En, ja, je kunt er zelfs direct nog in blijven. Ja, daarom. Ja, dat is ook wel, dat zou wel het mooiste zijn natuurlijk. Maar het is op dit niveau is het gewoon heel lastig om met zo'n krappe selectie punten te pakken. En dat zie je maar als er een paar dingen tegen zitten om dan nog wedstrijden te winnen. Vandaag zat het allemaal even mee? Ja, klopt. Door tegenstander was ik ook niet echt van onder de indruk. Maar je moet toch nog maar even winnen. Hoe leefde deze wedstrijd? Want deze moest je natuurlijk echt winnen. Ja, dit was de finale, de laatste hoop die we hadden. Het was tegen Barendrecht dat we er iets meer van verwacht, afgelopen zaterdag. Werden we toch wel aardig weggespeeld en hebben we terecht verloren. Dus we zaten wel even in een dipje en dit was echt alles of niets en we moesten gewoon winnen. Anders was het gewoon klaar geweest. Okay. Nou ja, succes volgende week. Hoe leeft die derby binnen de groep? Ja, dat is toch een speciale wedstrijd. In Amsterdam leeft het niet echt natuurlijk, qua publiek en sfeer eromheen. Maar onderling kunnen we de meeste jongens wel. En deze wil je natuurlijk gewoon winnend afsluiten. Succes. Dankjewel.